This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Dit is de Daily Minutes podcast, 25 oktober 2019. Dit is het bulletin van vrijdag. Ja, ik spreek deze podcast in delen in en die plak ik niet helemaal in volgorde achter elkaar. Dat doe ik niet zo vaak. Je raakt zo makkelijk in de war, zeker als je geen aantekeningen maakt, wat ik nu doe. Maar volgens mij beperkt het zich tot 3 of 4 verschillende gedeeltes die ik opneem, dus dat valt nogal mee. Nou, het is super druk momenteel. Ik heb opdrachtgevers in de VS... in China en aan de andere kant van Europa. Aan 3 andere kanten van Europa, kan ik zeggen. En en ik ben grieperig. Ik had wat onderwerpen bedacht, maar daar ben ik nog niet helemaal van overtuigd. Ik geloof dat ik echt QRP nu echt wel uitgemolken heb, dus laat ik dat maar even laten liggen. Er zijn behoorlijk wat mensen met morsen bezig. Misschien is dat, tenminste behoorlijk wat. Maar ik weet van Jurgen dat hij net begonnen is. Ik heb nog een paar mensen van wie ik weet dat ze wel eens luisteren. Dat ze geïnteresseerd zijn in morsen. Misschien moet ik daar wat over vertellen. Hè? Wat ik nog steeds niet weet is of er bij het morsenexamen in België... of het toegestaan is om met een paddel te zijn. Dat mocht op het normale zendexamen nooit. Dat was niet toegestaan. Je moest met de handsleutels zijn. Daar was ooit een reden voor bij de marconisten. Officieel heette die radioofficieren, tenminste in elk geval in de laatste jaren. Maar de mensen die dus bij de koopvaardij voor de verbindingen zorgden tot 1990... die mochten oorspronkelijk niet, om 2 redenen, niet met een automatische seinsleutel zijn. In eerste instantie waren er die Vibroplex sleutels... Die werken met een gewichtje en een bladveer. En als het schip dan stampt en deint, dus het op de golf heen en weer gaat, dan verandert de punt-streepverhouding daardoor. Doordat die sleutel de ene keer de ene kant zijn gewicht heeft en de andere kant. Dus dat was een belangrijke reden. Later kreeg je die elektronische sleutels die daar geen last meer van hadden. Maar de gedachte was dat in geval van nood kunnen ze dan met gewoon 2 draadjes desnoods nog zijn. Hè? Maar als ze... telkens de automaat gebruiken, dan verliezen ze die vaardigheid. Dus dat was de reden dat er met de handsleutel geëxamineerd werd. En dat ze aan boord van die schepen trouwens ook geen automatische sleutels gebruiken mochten. Wat overigens op grote schaal wel gebeurde, weet ik. Maar ja, is dat erg. In ieder geval, ik ben zelf vooral een fan van de handsleutel. Ik weet eigenlijk geen goed Nederlands woord voor. Straight key heet het in het Engels, een rechte sleutel. Maar je hebt ook de bekende Straight Key Night, een soort van contest. Maar voor morse telegrafisten dan, hè, onder de amateurs. Maar ik hou het meest van die sleutels. Het nadeel is dat ik met zo'n sleutel niet zo snel kan opnemen, of niet zo snel kan zijn als dat ik kan opnemen. Dus dat is wel een beetje een beperking. Dus ik ga, en ik heb die Mountain Topper transceiver gekocht, waar een Palm micro key eraan zit. En dat is ook een ding voor een automaat. Dus ik denk wel dat ik me wat meer toe ga leggen op wat ik eigenlijk niet zou willen. Ik zoek nog steeds een sleutel volgens het Vibroplex systeem. Ik had er daar ooit eentje van. Maar door de serie over de historie ben ik daar wat anders over gaan denken. Ik op een gegeven moment... ik heb volgens mij in 76 mijn morse-examen gedaan. Weet dat niet helemaal zeker. Het zou 77 geweest kunnen zijn. Maar volgens mij was het 76 helemaal achterin, ergens half november of zo. Ik heb mijn examen toen in Den Haag gedaan. Mijn zendexamen, mijn schriftelijk zendexamen in Zwolle. Maar het morse-examen in Den Haag boven het station. En ik was hier heel erg zenuwachtig. Dat in ieder geval. Ik schijn, maar ik weet niet of dat verhaal klopt. Maar ik kom later iemand tegen. Oh, zit hier, jij bent die kerel die een kop koffie over zijn schoot gegoten. Daar weet ik niks meer van. Maar goed, het kan best zijn, dat was al een grapje als, dat hij het gewoon verzonnen heeft. Hè? Maar als dat zo is, dan vind ik dat natuurlijk wel erg. Vervolgens bleek dat ik mijn eigen seinsleutel niet kon gebruiken. Ik had daar een beugeltje bij, zodat ik hem aan de tafel vast kon zetten. Maar bij de radiocontroledienst was die tafel veel dikker.
En toen zeinde ik veel te snel en veel te slordig. En vervolgens zei ik van nou, dan pak ik wel een grote seinsleutel die hier staat, die aan de tafel vast zit. En daar seinde ik netjes mee. Maar het was maar net genoeg in snelheid. Maar het was wel een heel net schrift. Dus ja, al met al had ik het dus gehaald. Maar in eerste instantie ben ik ze met de handsleutel gaan seinen. Maar ik was in die tijd nieuwsgierig naar dingen die ik nog niet kende. En zo'n keer, dat was wel een leuke gadget ook, hè. Dus ik heb uit een ontwerp van QST heb ik een keer gebouwd die nog wat anders werkt dan de huidige keers. Want die keer zette ook de spaties tussen de woorden en de letters afzonderlijk vast. En dat moet je tegenwoordig zelf doen. Ik moet even kijken, want wat er gezegd wordt is mail. Oh, op centamateur.com had ik op een onderwerp gereageerd, maar toch echt wel 3-4 dagen geleden. Over de Daily Minutes. Op centamateur.com wordt wel eens gemopperd. Even kijken hoor. Dat is leuk. Dat vertel ik zo wel. Er wordt wel eens gemopperd als ik reclame maak voor mijn podcast op die site. Terwijl, verdikken me, mijn webshop die sponsort notabene de website. Dus, en ik ben beheerder, dus ik mag in principe, dat staat er ook, beheerders mogen veel meer dan de gewone gebruikers. Maar ik ben daar het liefst toch gewoon als gebruiker aanwezig. Dus ik wil daar niet op mijn strepen staan. Dus ik wilde wat over de Daily Minutes melden. Ik denk nou, Ben die had een, PR2 OLD, die had in juli daar een berichtje neergeschreven dat hij wel eens luisterde. Ik denk dat ik kan daarop reageren. Dan kan ik ook meteen vertellen wat ik er voor nieuwe dingen aan het doen ben. En daar is nog verder geen kritiek op gekomen. Maar misschien dat ze ook wel begrepen hebben, hoor. Ik heb er wel eens gezegd van jongens, waarom mag ik dat niet? Iemand anders die mag zijn website hier ook gewoon noemen. Dus. Maar goed. Er is nu iemand die antwoordt daarop. En dat is heel erg aardig. Met het programma CPOD. C-P-O-D. Ik ken het niet eens. Onder Ubuntu luistert hij. Dus ik zal eens even naar het programma kijken. Want het is toch wel grappig. C-P-O-D. En daar kun je dus, ik denk dat, ja, dat moet een podcastprogramma zijn, dus daar kun je dan automatisch op abonneren. De URL daarvoor, dat is dmpodcast.net/feed. Maar nu ben ik voor mijn apropos wat ik aan het vertellen was over Morse. Delta, dat ding heb ik even de nek omgedraaid. Die keer die ik had, die zette dus de boel, de dingen vast die met huidige keers niet meer vastgezet worden. Rond 79, dus dat was al heel snel nadat ik begon met Morse, kwam de 8044, heet dat ding? Ja, of 8844 van, jeetje, hoe heet dat merk nou ook alweer? Het merk is alleen maar bekend van de paddle. Die maakte dus een chip om een paddle een keerchip heet dat. En daar zat dus een volledige keer in twee varianten, want er zijn twee soorten iambic bestaander. En het eerste apparaat waar die in zat, die chip, dat was de FT901. Dat was de eerste amateurzendontvanger die een keer aan boord had. Even kijken hoor, nu zit ik te kijken of het technisch niet wat misgaat. Nee, dat werkt allemaal. Maar dat was dus de eerste transceiver die dat had. Later zat die chip in veel meer andere transceivers. Tegenwoordig zit dat gewoon in de firmware. Hè? Want je kunt een Arduino of een andere PLC of een PIC IC'tje. Die kun je heel gemakkelijk, dan kun je daar een programmaatje maken dat als keyer werkt. Dus dat is wat er tegenwoordig gebeurt. Maar lange tijd zat daar dus een chipje in. En die werkte dus anders. En ik denk dat die chip al een beetje de norm gezet heeft voor de toekomstige, hoe die toekomstige chips werkten. En daar werd in ieder geval de woordspatie en de tekenspatie, dus de verschillende tekens, werd niet vastgezet. Wel de spaties tussen de punten, die kun je niet variëren. Nou, ik vond al snel een groot nadeel van die automatische seinsleutels. Het voordeel is dat je daar niet slecht mee kunt seinen. Maar het nadeel is dat je dus een machineschrift krijgt wat heel onpersoonlijk is. Een handschrift van een seinsleutel kun je beter dan een handschrift op papier met vulpen herkennen van wie dat is. En ik zei dat geloof ik van de week ook al, maar de gedachte bij oude telegrafisten was dat een handschrift op die manier, dat bij het opnemen ook minder vermoeiend zou zijn. Maar ik heb zelf de neiging om te denken dat machineschrift wel minder vermoeiend is, want je weet dan wat je kunt verwachten. Maar misschien heb je juist die afwisseling wel nodig. Dat is mijn ervaring niet, maar het kan best zo zijn. In ieder geval, ik vind dat handschrift vind ik wel belangrijk. Maar ik vind het ook wel leuk om dat te kunnen.
Je kunt in een anderhalve avond kun je leren goed te seinen met zo'n kier. Maar met een handsleutel is dat een ander verhaal. En ik wil dat ook niet die vaardigheid verliezen. Dus ik wil dat blijven doen. Dus dat is de reden waarom ik een fan ben van handsleutels. Maar goed, ik heb ook wel een tijd lang met automaten geseind. Maar ik maak niet zo heel veel morsecursos. Ik luister vooral. Ik luister wel veel. Bijna elke dag luister ik wel naar morsecursos. Soms zit er wel eens een tijdje tussen dat niet gebeurt. Maar ik had problemen met de antenne. En ik had heel veel storing. Het was niet leuk. Nou, dan doe ik het een paar weken niet. En dan los ik dat op. Maar over het algemeen, ik luister vaak. 10 megahertz is mijn favoriete band. S'avonds dan 40 meter. Want dan is hoger dan 40 meter. Is meestal niet bepaald druk. En ik luister de laatste tijd ook al veel op 20 meter. Omdat 20 meter toch net iets drukker is dan 10 megahertz. Waar vaak... Je hoort vaak dezelfde stations en het is er ook wel vaak behoorlijk rustig. Nou, hier moet ik een stukje uitknippen, want een beetje last van allergie. Of verkoudheid, dat is niet helemaal zeker, maar het kriebelt in mijn neus, dat geloof je niet. En ik moest niezen. Even kijken hoor. Maar goed, dat over de handsleutels. Ik heb geen sleutel bij de hand waarmee ik anders dan met tikjes kan demonstreren. Dus dat doe ik maar niet. Misschien dat ik dat nog wel eens ga doen. Dat ik wat voorbeelden ga geven. Maar in ieder geval... waar moet je op letten bij morsen? Dat is wel heel belangrijk. Ik ben geen leraar. Daar heb ik geen achtergrond in. Ik heb wel eens ooit een techniekcursus gegeven. Een half jaar lang. En ik heb ook wel eens wat morslessen gegeven. En ik heb de... oefeningen voor de morse cursus zoals die in Amersfoort al sinds 1982 draait. Die oefeningen daarvoor die heb ik wel gemaakt. Dat is geen geheim, omdat die oefeningen die heb ik via de ether naar PR3BJV toegestuurd. En dus zit mijn roepnaam ertussen. Ik had eigenlijk verwacht dat Koos die er wat tussenuit zou halen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Dus iedereen die die cursus gevolgd heeft, die heeft veelvuldig mijn call tussendoor horen zitten. Met seinen zijn er een paar methodes. Maar eigenlijk iedereen die met de handsleutel seint, die doet dat eigenlijk met de telmethode. Als je dat in het leger leerde of als marconist, dan ging dat gewoon heel simpel. Dan ging je 2 maanden lang elke dag gewoon 6 uur morsen doen. En dan daarna zat het er wel in. Hè? Dus dat bestond gewoon de hele dagbesteding uit. Dat is de meeste amateurs qua tijd niet gegeven. Dus het is wel heel belangrijk dat je het niet overslaat in die leerfase. Daarna kun je dat gerust doen. Dan raak je het niet zo makkelijk meer kwijt. Maar tijdens die leerfase, zowel het zijn als het opnemen, moet je gewoon blijven doen. Als je tenminste met de handsleutels zijnt. Want nogmaals, met een pedal is dat verschrikkelijk veel eenvoudiger. En minder leuk, vind ik. Maar dat is niet, lang niet iedereen die dat denkt. Dus je hebt dan de telmethode, dus dan 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 3, als je 3 punten zijnt, 1, 2, 3. En de ruimte van een punt is 1 tel, dus dat is 1. En de tussenruimte tussen binnen een letter is ook 1. De tussenruimte tussen de verschillende letters is 3. En de tussenruimte tussen de woorden is 5 of 7 tellen, afhankelijk van welke norm dat je aanhangt. En op die manier tel je dan. Wat extreem belangrijk is bij het seinen met een handsleutel, en minder belangrijk bij die pedal weer, dat is dat je de juiste seinhouding hebt. En ik kan dat eigenlijk bijna niet genoeg benadrukken. En dat klinkt als een leraar, maar het is gewoon wel waar. Als je dat niet goed doet, dan leer je de verkeerde methode aan. En een verkeerde methode is heel moeilijk weer af te leren. Dat kost echt waarschijnlijk wel maanden. Sommige mensen gaat het heel snel, maar bij de meeste mensen verval je steeds weer in die eerste verkeerde methode. En dat is een automatisme en het gaat onbewust. Dus je kunt het maar beter meteen goed leren. Het nadeel van de verkeerde methode, van de verkeerde houding, is dat je rugpijn krijgt. Dat je tintelende vingers krijgt. Dat je RSI kunt krijgen. En dat je bovendien geen hoge snelheid haalt met dat ding. Wat van belang is, dat is dat het seinen komt uit de beweging van het polsgewricht. Niet ergens anders uit, het is het polsgewricht. Dus je hand blijft op de knop van de sleutel. En je pols beweegt heen en weer. Daarbij is het van belang dat je op de goede hoogte zit. Zodanig dat je voeten naast elkaar op de grond staan. Je kniegewrichten ook een rechte hoek maken. Je heup een rechte hoek maken. Zodat je lichaam recht overeind staat, zeg maar. En dan moet, als je bovenarm
zijwaarts en een beetje naar beneden uitwijkt, moet je elleboog een rechte hoek maken. En die onderarm die moet voorkomen horizontaal zijn. Dus die moet op de hoogte van de knop van de sleutel zitten. Je mag niet de sleutel loslaten. En je pols mag nooit de tafel raken. En je mag zeker niet steunen, dat is nog erger. Dus je benen rechte hoek, dus je knieën, voeten naast elkaar, je heupgewricht in een rechte hoek. Je rechterarm of je linkerarm als je links bent, daar gaat de bovenarm die gaat in een rechte hoek van je schouder af. En vervolgens een hoek van 90 graden van de elleboog. En de onderarm is horizontaal. En die zit op de hoogte van de knop van de sleutel. Of iets lager. Maar wel ongeveer op de... Nou, je pakt met... Dat heb ik nog niet eerder gezegd vandaag. Maar je pakt met twee vingers, de wijze en de middelvinger, pak je de bovenkant van de knop vast. En met de duim de onderkant. Niet vast, heel erg vastgrijpen. Losjes. En wat je dan doet is je niet je arm, maar je polsgewricht buigen en strekken op het ritme van de morsetekens. Doe je dat anders, haal je je snelheid niet. Nogmaals, je krijgt rugklachten, kan. Maar we zijn allemaal wat ouder, dus die kans is ook wat groter dat het verkeerd gaat. RSI of tintelende vingers, het is allemaal heel vervelend. Dus dat moet je gewoon vermijden. Bij een paddle mag je je hand op tafel leggen. Lekker lui. Gaat prima. ja. Nou, tot zover daar dus over. Bij het opnemen heb je verschillende methodes. Heb je op de Koch-methode, dan worden de tekens die worden op snelheid geseind. Maar dan tenminste op examensnelheid of daar in de buurt. Bijvoorbeeld 12 of 15 woorden per minuut. Maar de pauze in het begin is heel veel groter. Dus je wacht heel lang tot er een teken is en dan wacht je weer. En gaandeweg verklein je die pauze totdat die pauze normaal is. En zo leren de mensen seinen. En de traditionele methode is dat het hele morsenschrift gewoon vertraagd wordt. Dus met alle afstanden in tijd, dus de tijd tussen de verschillende tekens, die is dan gewoon zoals die eigenlijk zou moeten zijn. Het enige is dat het wordt heel langzaam geseind. Die Koch-methode die is populair en dat is niet helemaal zonder reden. Een heel fijn oefenprogramma hiervoor vind ik. Dat is van Golf 4 FON. Volgens mij is de website Golf 4 Fox Oscar November.net. Ik weet dat zo goed als zeker. En daar kun je het programma gratis downloaden. Als beloning voor het programma. En het is echt een heel goed programma. Wilt hij graag een QSL-kaart. Dus dat is alles. Geen betaling, een QSL-kaart. En misschien met de ervaringen met het programma. Wat je met het programma kunt doen is de Koch-methode. Dus als je een andere methode wilt, dan moet je een ander programma nemen. Maar het is dus de Koch-methode op 15 woorden per minuut. En met het programma, dat programma is erop gericht. Niet om het examen te doen, maar het is gericht om op de band actief te worden. En het is met name ook bedoeld voor mensen die ooit wel wat met morsen gedaan hebben, maar die het lange tijd niet gedaan hebben en willen terugkomen. Je kunt het programma rare dingen laten doen die je op de band ook tegenkomt. Chirp van een signaal, slecht werkende zender, een slecht handschrift, QSB, storing, fading. Het programma kan het allemaal maken. Dat is echt helemaal geweldig. Dus golf4fon.net. Onthoud die naam. Tot zover over de morsen. Nou, ik ga nu maar eens even wat nieuws bij langs. Ik had het gisteren over die journalist die gegijzeld is, nog steeds. Vandaag protesteerden 100 mensen in Rotterdam voor de vrijlating van de journalist. Die van van de NOS is, hè? Bas, dan ben ik zijn naam even kwijt. Maar in ieder geval, ik noemde gisteren al dat er in 2007 en ik dacht 2008... dat er procedures dat er uitspraken geweest zijn van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over dit soort dingen. En ja, zo'n journalist op deze manier gijzelen, dat mag gewoon niet. Volgens verdragen. Dus dat is heel eenvoudig. Wat ik niet wist is dat ondanks die uitspraken toch geprobeerd is in de afgelopen jaren. Dat was bij mij buiten beeld. Ik heb eigenlijk vooral verbetering gezien. Maar het blijkt dat toch geprobeerd is om die rechten, om die vrijheden toch weer wat in te perken voor journalisten. Nou, dat is natuurlijk heel kwalijk. Zeker als er er liggen drie glasharde uitspraken hierover. Nederland heeft keer op keer geprobeerd dat met voeten te treden. En ook geroepen toen de uitspraak was, we hoeven ons er niet aan te houden, het is niet bindend en ik weet niet wat allemaal, bij monden van de minister toen.
Maar toch gaan ze nu toch weer over de schreef. Ik heb wel een voorbeeld van een jaar geleden. Ik dacht dat ik dat gisteren ook noemde van een camera die van een cameraman in beslag werd genomen. Die kreeg uitgebreide excuses. En wat er de afgelopen jaren wel vaak was, was dat er nog eens een keer een politieagent was, of met name een jongen die net uit de opleiding kwam, die dat dus niet wisten en die dan journalisten bij een incident arresteerde of liet arresteren of zeiden van nou ja, in ieder geval, daar ging het nog wel eens mis. Maar dat resulteerde er eigenlijk altijd in, zo heb ik begrepen, dat er excuses werden aangeboden. Nou, dat blijkt niet in alle gevallen zo te zijn. Dus dat is kwalijk. Ik heb zelf, moet ik zeggen, alleen maar echt heel goede ervaringen. Ik doe dat werk niet heel veel. Ik werk heel af en toe nog als journalistiek fotograaf. Ik heb dat in een aantal jaren meer gedaan, maar ik fotografeerde geen ongelukken of branden of dat soort dingen. Maar met name apparatuur of antennes of soms bekende Nederlanders of andere mensen die ik interviewde. Dus ik heb met dat soort dingen niet zoveel ervaring. Maar de keren dat ik dat wel gedaan heb, ik herinner me bij een brand waar ik een keer was, werd ik door agenten en door brandweermensen gewezen wat de beste plekken waren om te fotograferen. Terwijl ik er niet bepaald uitzie als persfotograaf. En ik heb dus ook geen perskaart. Maar er werd gewoon gezegd, oh, maar daar, toen ik me bekend maakte, oh, maar daar, dat is de beste plek. En ik kon uitgebreid over de linten heen lopen. Ik had overal toegang, zolang ik zelf geen gevaar liep. Dus mijn ervaringen meerdere keren zijn echt heel goed. Dan moet ik ook wel zeggen dat ik één keer bij een incident geweest ben, waar een aantal brandweermensen rondliepen die ik de dag ervoor nog in het voertuig wat er stond had geïnterviewd. Ja, dan gaat de deur helemaal wijd voor je open als dat zo is. Dat is helemaal fantastisch. Maar ook als ze mij dus niet kennen, is ook bij politie, ik heb nooit ellende gehad. Maar goed, ik heb misschien ook wel een hele sympathieke uitstraling. Ik heb in ieder geval een zachtaardige uitstraling die niet altijd helemaal terecht is, moet ik verklappen. Maar maar ik heb mijn smoeltje mee, zal ik maar zeggen. Ik ben niet de knapste, maar ik heb in ieder geval een niet provocerende uitstraling. Maar om terug te komen op de zaak van de journalisten, het blijkt dus dat ze dus de zaak al een beetje met voeten getreden hebben. Nou, vorig jaar is er een nieuwe wet gekomen die dit allemaal zou regelen. Wat blijkt, ik heb die wet niet gelezen toen hoor, maar ik dacht ook, nou, Rutte in beeld van, nou, wat gaan we doen voor die journalisten? En wij nemen het voortouw en moet je eens kijken, wij zijn een land die ruim baan geeft aan de vrije pers. Het hoort in een democratie. En wat dacht je wat, die wet die gaat maar over een heel klein deel van wat het gevolg is van die uitspraken. Of een heel klein deel, maar in ieder geval, er valt flink wat buiten. En nu is die wet dus kennelijk leidend. En dat is waar die gijzeling over gaat. Die journalist die zou volgens de uitspraak van het Europese Hof, zou die dus gewoon verschoningsplicht hebben. Zou die dus niks hoeven zeggen. Maar volgens de nieuwe wet, die dus aan alle kanten in strijd is met die uitspraken, moet hij dus wel zijn mond open doen. Nou, daarom hebben ze hem opgesloten. En er was nog een extra argument. Wat ze van hem willen weten, zijn de beweegredenen waarom hij de vragen op die manier gesteld heeft. En de man waar het om gaat, die hoeft hij niet te verklappen, want die is al lang bekend. Die hebben ze uit een illegaal getapt telefoongesprek gehaald. Want je mag gesprekken met journalisten dus niet tappen. Nou, hier zit er wel een luchtje aan, zal ik maar zeggen. Ik keer nu weer terug naar het onderwerp centrometrisme. Ik zie wel wat nieuws, maar of dat nou echt super interessant is. De zender van Radio Caroline is na 2 jaar een keer gekeurd. Het was al een 25 jaar oude zender. Dan moet ik even kijken of daar nou wel. Even zien hoor. Of daar nou positief was of niet. Ja, nee, ze zijn heel tevreden. En het was allemaal heel. Ik weet nog niet wie. Voor mij is de leverancier die het geïnspecteerd heeft. Maar dat wordt uit het artikel voor mij ook niet helemaal duidelijk zo gauw. In Amerika is een 100 mijl hardlooprace. En ja, dat is wat lastig omdat als amateurs met portofoons op VHF helemaal te bestrijken, dan moet je wel een uitgebreid repeaternetwerk opzetten. Dat hebben ze niet gedaan, ze hebben de communicatie op 160 meter gedaan. Dat is natuurlijk ook wel interessant. Ze zullen daar vast wel grote apparatuur dan gehad hebben en dat zullen ongetwijfeld geen portofoons geweest zijn. Het is een 31 uur lang evenement. En ja, het is een soort ultramarathon. Hè. Ik zag vorige week, dat was trouwens wel interessant, een programma over een ultramarathon. Dat is een marathon die in Frankrijk gehouden wordt, deels in Italië, over het gebied rond de Mont Blanc. En het grappige was, dit was een tocht 100 mijl, 160 kilometer was dit ook, dus het zal vergelijkbaar zijn. Maar deels ook in boven de 3 kilometer. En dan bij 3 kilometer krijgen mensen last van hoogteziekte. Hè? De een wel, de ander niet. Bij sommigen gaat het pas veel hoger een rol spelen.
Maar boven de 3,5 kilometer kun je zomaar zodanig hoogteziekte krijgen dat je daaraan overlijdt. Dus dat is wel. Maar goed, deze mensen, bij een marathon moet je ook oefenen, maar deze mensen oefenen ook. Maar wat opviel was dat er punt 1 wel een flink aantal, maar toch een aantal echt oudere werknemers, oudere deelnemers waren die meededen. Maar bovenal dat bij die race, en volgens mij waren het lang niet allemaal vrouwen die meededen, dat het toch geregeld gebeurt dat de vrouwen daarvan van de mannen winnen. Dit is een van de wedstrijden waarbij vrouwen beter presteren soms dan mannen. En dat is eigenlijk de enige sport waarbij dat zo is. En dat is natuurlijk een interessant fenomeen. En dat waren ze in dat programma aan het onderzoeken. Ze dachten dat dat kwam in een betere overdracht van de hersenen via de zenuwen naar de spieren. Maar of dat helemaal steekhoudend is, dat is nog niet duidelijk. Maar het is wel zo dat waar mannen dan afhaken, dat de vrouwen dan nog door kunnen. Wat ook zeer opmerkelijk was, was dat de deelnemers aankwamen en dat ze in het geheel niet moe leken. Er was er eentje die ging een kopje koffie drinken aan een tafeltje. Je zou verwachten dat iemand na 160 kilometer lopen. En ik geloof dat de deelnemers daar soms 48 uur zonder slaap over deden. Kregen allemaal last van allerlei braakneigingen. En ik weet niet wat allemaal. Toch een flinke slijtageslag. Het was niet echt onverantwoord slecht voor je. Dat werd er dan ook weer gezegd. Maar nou, het lijkt me niet echt goed. Hè? Mensen die overgeven. En dan moet je juist moet je het eten binnenhouden. Want je hebt natuurlijk die brandstof nodig. Dus je moet dingen naar binnen werken. Maar die mensen die zagen er opmerkelijk ontspannen en niet zeer vermoeid uit. Dus dat was op zich ook wel. Ik bedoel, als je 48 uur lang 160 kilometer hard gelopen hebt. Ja, nou, ik heb dat al als ik hier naar het station rende. Maar het was wel een interessant fenomeen. Nou, zo te zien is dit zo'n zelde race. We praten hier over 31 uur, maar dat zullen de snelle runners wel zijn. Wat was er nog meer? Ja, een QSO tussen Victor Kilo, dus Australië, en Noord-Amerika op 630 meter, de middengolf. 630 meter, dat zit 50 of 60 kilohertz onder de oude frequentie van Radio Veronica. Vergeet dat niet, mensen. Daar hebben we een amateurband zitten. Zo vlak bij de oude frequentie van Radio Veronica. We mogen er geen spraak uitzenden. Alleen digitale modus, dacht ik, en morsen. In ieder geval alleen smal. Het is ook maar een heel klein bandje. En even kijken hoor, bijna 1000 mijl, dus bijna 1600 kilometer. Even kijken, ik zie het verkeerd. Het is bijna 1000 mijl meer dan het vorige record. Het is 8300 kilometer. Ik moet dit beter voorbereiden, maar er was vandaag geen tijd. De dag van de radioamateur, wanneer is dat? Op 2 november, wat een bekende datum is dat toch. Ooit heb ik op die datum mijn centexamen gedaan. En hoeveel jaar is dat geleden? Nou, in 1974 was dat. Maar goed, in de IJsselhal in Zwolle. Ga niet naar Apeldoorn toe, want dan tref je daar niet al te veel aan wat met het hobby te maken heeft. Althans niet op de manier waarop je dat verwacht. Het is aan de andere kant in Apeldoorn vast wel gratis. Even kijken, ik zie ook nog op PIVRAZ. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Ik heb eerder ook wat van die geluiden gehoord. AT treedt harder op tegen piraten. Want je hebt steeds meer van die onbemande zenders waar de antennes dan in een mast, soms een gehuurde hoogwerker, soms in masten van telecombedrijven staan. Ik ga ervan uit dat ze die masten niet zullen vernielen. Maar AT vernielt, als ik het artikel goed lees, de masten en de apparatuur die ze aantroffen. Meestal dan maakten ze het gewoon onklaar en namen een paar essentiële delen mee. Nu wordt het gesloopt en het wordt ook volgens mij meegenomen. Dus als jij een gehuurde hoogwerker hebt, dan moet je dus een nieuwe hoogwerker vergoeden. Ja, nee, ik verbaas me dat ze dat niet eerder al deden. Want ooit was het wel zo dat je, nou, dat ze de gekste dingen uit je huis meenamen als je gesnuit werd. Hè? Maar dat is dus niet zo. Nou, dit was het laatste nieuwsbericht wat me opviel. Volgens mij ben ik ook lang genoeg aan het praten nu, hè, voor het weekend. Ik heb zitten even te kijken, want mijn klokje is inmiddels bedekt door schermpjes van, hoe noem je dat, door browserschermen. Ik heb al 36 minuten opgenomen, maar ik heb ook wel zeker 10 minuten mijn mond gehouden. Dus het is waarschijnlijk toch gewoon, hoewel gisteren, toen dacht ik ook dat ik heel veel mijn mond gehouden had. En toen bleek dat niet zo te zijn, toen heb ik er nauwelijks wat uit hoeven halen. Dus ik volg nu nog wel de historie van de radiohobby. Ik weet niet of ik vanavond eraan toe kom, ik heb er wel tijd voor, maar misschien de energie niet, om nog wat data te doen. Ik doe mijn best. Ja, de serie De Historie van onze zendamateur hobby is een eigen productie. Bij elkaar gescharreld vanuit een steeds groter wordende groep bronnen. Waaronder Wikipedia, Instituut Beeld en Geluid, eerder eigen onderzoek en een groot aantal door mij gelezen boeken en tijdschriften en geraadpleegde websites.
vandaag deel 6 van deze serie, die wat dieper ingaat op het leven van Jan Korver, in Nederland een van de grondleggers van onze hobby. De volgende tekst die ik als onderdeel van de serie over de historie van het centrometrisme gebruik, is grotendeels afkomstig van de site van het Instituut Beeld en Geluid. De tekst is enigszins herschreven en op diverse plekken door mij aangevuld. Jan Korver bezocht na de middelbare school de zeevaartschool. Hij ging echter niet de richting van de zeevaart uit, maar werd in 1897 journalist bij de Leeuwarden Courant. Zijn werkterrein bestond daaruit het verslaan van rechtbankzaken en vergaderingen van de gemeenteraden en de Staten-Generaal. In 1908 werd Korver redacteur bij de tachygrafische inrichting van de Tweede Kamer, de Staten-Generaal. Deze dienst had tot taak om de discussies van de vergadering van de Tweede Kamer samen te vatten in een kort verslag. Dit verslag verscheen in die tijd nog dezelfde dag in druk en werd aan abonnees toegestuurd. De dienst werd overigens in 1924 wegens bezuinigingen opgeheven. Korver was toen inmiddels directeur geworden en eindigde zijn dienstverband met een wachtgeldregeling en een onderscheiding, ridder in de orde van Oranje-Nassau. Korver, die dan in Den Haag woont, voelt zich aangetrokken tot de natuurwetenschappen en hij wordt lid van de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde, vereniging nog met twee E's. De afdeling Schraven, Hagen en Omstreken omvat 17-tal actieve leden, die noemen zich de lustige meteorologen, waaronder de latere PTT-ingenieur en radioamateur van het eerste uur, A.H. de Voogd, Voogd met een T. Korver raakte daar gebiologeerd door de Morse-telegrafie. Hij legde zich samen met een klein groepje geestverwanten toe op het construeren van ontvangstapparaten voor draadloze telegrafie. In het kerstnummer van het weekblad Panorama, dat toen al bestond, van 1913, schrijft Korver een artikel over de bereikte resultaten. Het artikel levert een groot aantal reacties op van amateurs uit het hele land. Kenmerkend is dat deze meestal maatschappelijk goed gesitueerde amateurs alle benodigde apparatuur en antennes zelf maken. Ze gebruikten daarvoor in de regel alledaagse materialen, zoals gordijnroeden, dassenknijpers, bezemstelen, fietsbinnenbanden, etc. Aangemoedigd door dit succes schreef Korver in 1915 zijn eerste radioboek, Het draadloos ontvangststation voor den amateur. Gedurende de periode 1914 tot en met 1915 verzorgde hij de rubriek Draadloze Telegrafie in het verenigingstijdschrift Hemel en Dampkring. Tot het eind van 1919 betekent de ontvangst van draadloze signalen het luisteren naar morsetekens. In Den Haag is een groepje dat zich bekwaamt in het sounderen, dat wil zeggen het op het gehoor opnemen van morsetekens, zoals dat toen heette. Leden van het groepje naast Korver zijn L.A. Bakhuis, die is referendaris van het ministerie der koloniën, T.E.W. Domseler, dat is een oud zeeofficier, F.A. Koch, een architect, O.P. Koch, en die is de tandarts van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, en verder de bekende Hanso Henricus Schotanus A. Steringa Itzerda, een fabrikant die in Nederland beschouwd wordt als de grondlegger en uitvinder van de radioomroep. Laatstgenoemde fungeert als voorzijner. Door de groep amateurs uit Den Haag werden draadloze communicatieproeven over afstanden van enkele kilometers met kleine transportabele zendontvangertjes uitgevoerd in het vrije veld. In de weekenden brengt een Hubmobile, een Amerikaans automerk dat tussen 1909 en 1941 bestond, met het kenteken H4227, de deelnemers diep in de duinen bij Den Haag of tijdens vakanties naar de Veluwe. Daar werd dan gekampeerd. De experimenten betreffen onder andere de richtwerking van lange over de grond uitgelegde draadantennes. Een opmerkelijk clublid is overigens mevrouw D.C. Koch Lebré, een in scène bedreven dame, zoals er tussen aanhalingstekens staat. De eerder genoemde Itzerda heeft in de tijd een radiotechnisch bedrijf. Begin 1916 ontwerpt en levert hij aan de militaire autoriteiten hun richtingzoeker. Hiermee kunnen, terwijl de Eerste Wereldoorlog om Nederland heen woedt, langs de kust passerende Duitse zeppelins worden getraceerd. Deze productie leidt tot een contract met de Rotterdamse bankier en radioamateur Veder en het tot stand komen op 19 maart 1916 van de Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie, de NVVR. En dat is een voorloper van de Veron. Dat wil zeggen één van de verenigingen die na de oorlog in de Veron opging. Deze vereniging omvatte zowel zendamateurs als professionele radiotechnici. Korver is tot 1918 secretaris van de NVVR. De vereniging vindt voor haar publicaties voorlopig onderdak bij het Maandblad voor Telegrafie en Telefonie. Korver publiceert hierin een aantal radiotechnische artikelen. In 1918 krijgt de NVVR haar eigen maandelijkse tijdschrift Radionieuws. Korver is van 1918 tot 1935 redacteur van dit blad.
Op 6 november 1919 zendt collega en radioamateur Hanzo Itzeda vanuit een geïmproviseerde studio in Den Haag een radioprogramma uit. Dat is een Europese en een wereldprimeur. Van tevoren heeft hij in de nieuwe Rotterdamse Courant, de NRC, het muziekprogramma aangekondigd. De groep van luisteraars naar de PCGG-zender, die die programma's uitzendt, wordt gevormd door een duizendtal radioamateurs. Het unieke van de uitzendingen van Steringa Itzeda was dat het een uitzending op een geregeld tijdstip betrof en dat bovendien van tevoren werd aangekondigd. Dat is bij andere radiopioniers vaak niet in zijn geheel het geval. In de periode van 1917 tot en met 1922 gaf Jan Korver lezingen met demonstraties voor plaatselijke afdelingen van de NVVR. Dat wil zeggen Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Den Bosch, Arnhem, Nijmegen en Beverwijk. De apparatuur hiervoor werd door hem zelf gebouwd en het waren destijds geen kleine apparaten. Ze werden per trein naar de lezingen vervoerd. Groot succes boekt Korver met de demonstraties van het radiotelefoniesysteem van Itzeda. Zender en ontvanger werken beide met een raamantenne en staan in dezelfde zaal opgesteld. En als het mogelijk is, wordt bij de demonstraties ook de ontvangst van de PCCG-uitzendingen vanuit Den Haag ten horen gebracht. In maart 1923 verschijnt het weekblad Radio Express, de sneldienst van Radio Nieuws. Korver blijft tot 1948 als redacteur verbonden aan dit blad. Radio Express, RE, volgt de ontwikkeling van de radiotechniek op de voet en verwerft zich de reputatie van grote betrouwbaarheid. Het aan het blad verbonden RE-laboratorium is hiervoor de basis. Korver en enkele medewerkers beproeven hier de in RE te publiceren schakelingen. De radiolaboratoriumapparatuur hiervoor is grotendeels zelfbouw op basis van afgedankte radioontvangers van de eerste generatie. Tijdens de in de jaren 30 heersende economische malaise wordt het zelfbouwen van radio's voor velen een bittere noodzaak. Radio Express voorziet in de hiervoor benodigde kennis. Korvers demonstratie voor de Nederlandse Dagbladpers in juli 1930 van de ontvangst van experimentele televisiebeelden uit Engeland vormt ongetwijfeld het grote hoogtepunt in de bestaansduur van het blad. Ik heb in de podcast bij P3XTV al vaak de analoge functionaliteit laten horen. Dit is het digitale gedeelte. Wat je hoort is gewoon de landelijke reflector. Dat mag ik toch niet, hè? Met een laptop weer er al niet direct. Ik heb alle kranten was toen. Ik moest nooit wat DTMF-codes erbij in hebben. Het is een dialect hoor, een lichte dialect. Hij zit alles in een driver. In een USB, hij zegt plomp, dat klopt gewoon niet. Daar heb ik nooit geen last van gehad. Dat was nooit. En ik doe precies zoals vast durf. Volgens de dingetje, maar hij pakt hem niet. Helaas. Ja, maar je bent helemaal geen driver nodig, joh. Dat wil ik niet juist. Het is alleen de jager van de broer, die duurde die het accupak eraf. Stroomkabeltje dan. Als deze meneer nu uitgepraat is, dan probeer ik hem even te unlinken. Stroomkabeltje eruit. Maar repeaten kan dat tijdens een uitzending. Ja. Maar ik moet tussendoor gokken. Dat moet dan voor. Ja, gokken. Het komt wel op de vaardigheid aan. Ik maak ik een boeien in de poort. Ook welke poort als je zit. Maar het is gewoon een standaard kabeltje. Gewoon een heel lullig standaard kabeltje zonder chipset. Dus je bent helemaal geen drijver nodig. Alleen, je moet je weten welke poort het kabeltje zit. En dan op deze punt zeg maar. Ja, ik weet waar het over gaat, maar die meneer vergist zich. Want de driver heb je wel nodig. Want de chip zit niet in de kabel, maar die zit in het apparaat in dat geval. Kijk, en nu tussendoor. Wat blinkt. En je kunt hem ook nog als papegaai gebruiken. Dit is Papa Alpha 6 Echo met een test, PA 6 Echo. Dit is Papa Alpha 6 Echo met een test, PA 6 Echo. Test 1, 2, 3, Papa Alpha 6 Echo. Nou, eens even kijken of er wat te doen is op de Amerikaanse reflector. Dit is de drukste reflector ter wereld, zonder uitzondering. REF 001C. Ik kan daar niet op zenden, dus maar wel meeluisteren. Link 2, RE. Maar dat zul je altijd zien. 001, Charlie. The other thing, too, is that digital doesn't really recognize the license, Greg, does it? So, Er is toch wat te doen. Ja, I mean, a technician class in general and extra, we're all the same here. I suppose because you're not dabbling in high power.
so. Het is geen Amerikaan, dat is wel duidelijk. And that's quite nice actually, because it puts everyone on a level playing field. There's no big boys telling the little boys what to do. And have you noticed that no one talks about antennas on digital radio? Isn't that strange? I mean, the mainstay of HF is what radio have you got, what antennas are you running, and how you set it up. But with digital, no one talks about antennas. I haven't heard a single person tell me how good a stepper IR is, or a trapped dipole, or a G4RV, or whatever. G5RV. Which is quite odd, but... yeah, I suppose that's what it is. And the other thing too, of course, Chuck, is that everyone you speak to is a licensed operator. So you sort of know what to expect. Everyone is polite, everyone's friendly, and everyone's interested in having a chat. Even if it's about even the simplest things, which makes a pleasant change from the rest of the internet and all the rubbish that goes on there. So yeah, I think it's good. But I've only used D-Star. And I've got to get myself a, what do they call it, an open spot too, so I can get into the XRF reflectors. It's another journey, isn't it? Thank you, Chuck. Yeah, I've noticed that too. Die meneer komt er niet goed overheen. I mean, I'm so... I don't know... Tired of listening about building amplifiers and antennas. Dit is wel een Amerikaan, hè? I've got all kinds of antenna books. You know, I'm even in mijn porto kijken of ik kan vinden. I even got some that come from your place there in Australia. A couple books they printed. But, I do get tired of hearing that. At least here you can talk about something. The weather. No. What's going on in een niet-Amerikaan, die had wel een Amerikaanse call. I talked to one guy down there in your area about the kangaroos here a while back. We were discussing that they were kind of a pesky little animal. I didn't realize they were, they're kind of like the... Nou, zo werkt dat dus. Echt heel eenvoudig. Je kunt zeer simpel een repeater aan Amerikaanse reflector linken. Ik heb hem nu zacht gezet. Ik zet hem even uit en dan stoort hij met zijn gepiepte uitzending niet. Maar je kunt hem zelf makkelijk op een Amerikaanse reflector zetten. Ja, de reden dat ik daar niet op kom is dat ik momenteel met de repeater niet geregistreerd ben voor dat bepaalde netwerk. En in Nederland is er een netwerk waar je niet voor hoeft te registreren. Dus ik kom daar makkelijk mee weg. ik heb daar al eerder wat over verteld. Hè. Maar dat is de reden dat ik niet mee kan praten. Maar met een willekeurige repeater op UTR of zo. En als je aangemeld bent op dat type reflectors in Amerika, D+. Ja, dan kun je gewoon met je portootje op de repeater naar Amerika praten. Hè. Dat is wel leuk. Met Echolink gaat het ook natuurlijk. Maar bij die staat, ik weet niet, op een of andere manier zit het daar meer in het systeem gebakken. En is het ook het gevoel meer dat het, ja, eigenlijk iedereen werkt via gekoppelde repeaters. Hè? Terwijl dat bij analoge repeaters niet bepaald het geval is. De meeste repeaters hebben geen echolink en zijn ook niet permanent gekoppeld. Maar goed, nou, tot zover de D-Star. Het was mijn dagje wel vandaag. Jongen, het is wel prettig om na een harde werkdag zo... Dus even wat in te spreken. Ik begin daar echt goed lol in te hebben. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net. DM is for Daily Minutes and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.